Hey, ik sta momenteel in Antwerpen, want ook dit jaar opent Aline de Munck hier een temporary store op de Meer. Ze stelt vanavond haar nieuwe Odette Lunette collectie voor en er zijn meteen ook een aantal bekende brillers aanwezig. Hoog tijd is om te gaan polsen wat zij ervan vinden. Ik ben sowieso al fan van dag 1 van Elina Odette Lunetjes en ik vind ze weer fantastisch. Ze vallen toch niet uit de toon, maar toch steken ze er net bovenuit. En het is echt zo'n juiste snaar dat het weet te raken, die volgens mij heel moeilijk te vinden is. Ik merk gewoon dat als ik een bril op heb van Odette Lunette, dat ook iedereen zegt van, amai, dat is een mooie bril. En dat is echt waar. Dus hoe dat komt of waar ze zich onderscheidt, dat zal talent zijn. We hebben eigenlijk twee lijnen die we vandaag voorstellen, de allurelijn en de voyeurlijn. De voyeurlijn zijn onze extravagante zonnebrillen, omdat ik dat zelf ook wel een beetje miste in ons aanbod. We hadden geen aparte zonnebrillen en nu kunnen we daar wel wat extremer in gaan. Dus dit is eigenlijk een voyeurbril die toch wel ietsje excentrieker is dan de andere brillen van Odette Lunette. En de allurelijn zijn onze tijdloze, sobere, elegante monturen. Odette Lunette bestaat nu ook al een paar jaar, wordt verkocht in het buitenland, door heel veel bekende mensen gedragen. Wat vind je daar zelf van dat zo'n succes is? Als ik u dat hoor zeggen, dan verschiet ik daar nog altijd zelf van eigenlijk. Ja, het gebeurt gewoon ook wel allemaal. We werken er keihard voor, dus op het moment daarvan genieten, dat lukt soms moeilijk. Maar als ik u dat dan hoor zeggen, Sandy, dan denk ik toch van, ah ja, eigenlijk is dat toch wel cool. Maar wat even cool is, of misschien zelfs nog veel leuker, is dat er mensen rondlopen in de straat met een Odette en dat ik die ook tegenkom soms. En dat geeft heel veel voldoening. Ik vind het een hele mooie collectie en ik heb hier al een leuk exemplaar op mijn neus gezet. En dat is de eerste bril dat ik gezien heb, dus ik denk dat ik ze hier nog eens verder moet gaan kijken naar de andere mooie modellen. Maar ik wil zeker wel zo'n modelletje mee naar huis pakken. Ik denk dat Eline wel een vrouw is met ballen en eentje die weet wat ze wil. En dat zie je ook gewoon terug in de brillen. Het zijn brillen met datzelfde karakter, het zijn brillen met ballen. En dus het is een beetje Eline de Munck in brilvorm. Flair, flair.